Deze week blikken we samen met wethouder Claudia Bisschops vooruit op het komende toeristenseizoen. Scooters en fietsers bezorgen bewoners van de wethouder Pauwselaan overlast. En komen kinderen in contact met zwerfboeken. Het Houtems Zangkoor oefent via de computer en werd in het centrum een plaquette teruggeplaatst. Welkom bij TV Valkenburg vandaag. In het nieuwsitem Actualiteit en Gemeentehuis aan wethouder Claudia Bisschops de vraag. Diverse scenario's geven aan dat in dit coronajaar Nederlanders in eigen land op vakantie gaan. Heeft dat betekenis voor Valkenburg en de Geul? Zoals de cijfers er nu voor staan en de prognoses, wordt er landelijk van uitgegaan dat de mensen die normaliter in Nederland op vakantie gaan, dat daar dit jaar de helft van in Nederland op vakantie zal gaan. Van de buitenlanders is de prognose dat 60% van de buitenlanders minder in Nederland op vakantie zou gaan. En dat betekent in absolute cijfers dat ongeveer 25 miljoen mensen dit jaar minder in Nederland op vakantie zullen gaan. Minder? Dus minder. Dus dat is een behoorlijk grote groep. En er zal geen compensatie plaatsvinden van Nederlanders die wel in eigen land op vakantie gaan? Nou, wat ik. Valkenburg en de Geul dan? Dat is dus ook zeg maar 50% minder dan wat normaal in Nederland op vakantie gaat. De compensatie die we daarin aan het zoeken zijn. Hè, dit zijn nog de prognoses, dus hopelijk kunnen we daar in de praktijk nog het een en ander aan bijstellen. En, gaat u campagne voeren bijvoorbeeld? We gaan inderdaad campagne voeren. Er is, landelijk is er een campagne om mensen in Nederland zelf op vakantie te laten gaan. Maar er gaat ook vanaf begin juli gaat een provinciale campagne van start. Die wordt door Visit Zuid-Limburg voor heel Limburg uitgerold. In samenspraak ook met de provincie en een aantal gemeentes die daar prominent in meedoen. En daar hoort Valkenburg aan de Geul uiteraard bij. En de doelstelling van die campagne gaat zijn om zeg maar te laten zien dat Limburg een stukje buitenland in het binnenland is. En heel specifiek wil die campagne insteken op een aantal pareltjes die nog eigenlijk niet ontdekt zijn door het grote publiek. Ook niet ontdekt zijn door het massatoerisme. Om daarmee ook eigenlijk te creëren dat je een natuurlijke stroming van toeristen krijgt. Welke onontdekte plekjes zijn er in Valkenburg en de Geul? Ik heb de primeur. Ik weet niet of ik dit van Visit mag vertellen, maar ik doe het toch. Het pareltje in Valkenburg gaat zijn de Romeinse catacomben. En daar is voor gekozen, omdat eigenlijk op die plek het DNA van Valkenburg op een aantal manieren naar voren komt. Aan de ene kant is het mergel, het is een groeve, mag geen grot zeggen. En het is ook nog een hele mooie link naar het Romeinse verleden met de catacomben zoals die hier zijn nagemaakt. En dat ligt bij de vuursteen? Het ligt bij de vuursteenmijnen. Dus je krijgt ook nog een natuurlijke loop naar een deel van Valkenburg waar de toeristen... Via de cultuurboulevard. Via de cultuurboulevard die er misschien gaat komen. Maar in ieder geval, het is een natuurlijke loop naar een plek in Valkenburg waar de toeristen eigenlijk minder komen. Plus het is ook meteen aan de overkant van parcours, nou met zeg maar het sportevent bij Shimano. Dus je krijgt eigenlijk een hele mooie routing naar een stukje Valkenburg dat nog wat minder ontgonnen is door de toeristen. Dus je verwacht minder toeristen, maar wel kwalitatief een beter aanbod? Daar zijn we in ieder geval, dat is ons streven, dat we de toeristen die naar Valkenburg komen, dat we die ook weten te verleiden met de mooie parels die we hebben. En dat neemt niet weg natuurlijk dat Valkenburg zowel in de kernen als in het centrum, ja, we hebben eigenlijk zoveel mooie dingen dat mensen hier echt een aantal weken... Ja, maar toch ook nog een onontdekte parel dan. Maar die hebben we nog steeds. En dat is nu een mooi moment om die voor het voetlicht te krijgen. Dit is het gecombineerde fiets-wandelpad bij de wethouder Pauwselaan. De buurt heeft daar overlast van en heeft daarvoor een brief geschreven aan het college van BMW om te komen tot een oplossing. Woordvoerder Cor Strijbos vertelt u daar meer over. Het probleem is dat we hier jarenlang een voetpad gehad hebben. En sinds Valkenburg vorig jaar wandelstad van Nederland is geworden, certificaat gekregen hebben, hebben ze alles fietspad gemaakt. En dat steurt dus. En we hebben hier een rustig wandelpad, dus u zelfs de omgeving, mooie natuur. En het wordt alleen maar beheerst door fietsers en de eigen lui, wat die altijd gewandeld hebben,
oudjes, voor de bejaardenhoes, met de rollators, met de rolstoel. Verzinnen ze ermee, ze zijn allemaal bang om nog te lopen. Ja. En ja, de zus zelf, het wordt allemaal minder. Ze lopen de Egyptische van de week, komen ze met de rollators, slepen ze even de straat, weer liggen de fietsers in het fietsen. En de oude hukjes lopen op de straat. Ja, het is eigenlijk de omgekeerde wereld. Omgekeerde wereld, ja. Maar het zijn alleen fietsers? Fietsers, renners, scooters, mountainbike, renfietsen. En het gaat met hemelvaartdagen is het alleen maar geweest. Dat wordt allemaal op snelheid. Ze bellen niet meer, ze roepen alleen maar. En tot nu moeten zuiven, tot nu moet het gas op. Ja, het is onverantwoord. En dat zal niet lang duren, dan escaleert dat. En dat is toch niet de bedoeling. Met wat voor een bedoeling hebben ze dat brief naar het college geschreven? Tot veel is allemaal erger. Tot dat gewoon wordt ingenomen als fietspad. Hm. En tot het niet meer te harden is, tot de eigen lui nog niet meer fatsoenlijk kunnen wandelen op dit soort stukje. Ja. Ja, en dat is eigenlijk de bedoeling. En de ergernis van dat gans fietsgebeuren, en de lui volgen de dub, zijn toeristen, ja, die fietsen maar gewoon raak en dat gaat van links naar rechts en langs zijn. En de eigen lui, die moeten gewoon het gras op. Ja. Dus wie ze door, wie ze gekomen, weet ik niet. En tot ze dan ook nog komen vanaf, zeg maar, het Oudepark, door het Oudepark, Noordhalderpark, door het centrum, door de Bogenlaan. En dan komen ze dan bij Walm-Germania, dat smal stukje. Ja. Waar oude Lucas lopen met boodschappen. En tot het bad 4 weken is afgestoten vanwege dat ze dat gerenoveerd hebben. De Lucas weten, die weten het ook niet meer. Ja. Dus, wat verwacht van de gemeente? Heeft de gemeente overigens al contact opgenomen? Nee, nog helemaal niks. We hebben het brief gestuurd met Jos Smeet samen en we hebben nog helemaal niks gehoord. Maar wat verwacht van de gemeente? Ja, tot ze door gaan doen, kieken van de andere route. Al is het alleen dat stukje maar vanaf Planken of vanaf Walleram tot aan Oas. Want dit is gewoon, dat is gewoon te gek. Ja, er zijn wel opties. We hebben al zelf gedacht van die, wie het scouting, dan hebben ze de verharde weg naar het Brugske toe. Is het een breie weg en dan kunnen ze door links naar de Oostergats. En is het probleem opgelost. En dan verdoord kunnen ze dan naar de drie beeldjes. We hebben al gedacht, laat ze omleiden naar de grote weg, naar Oud-Valkenberg. Er zijn 2 fietspaden groot. En laat ze door dat bij Saloon ook wel links zijn gewoon. Probleem opgelost, maar dit is een brode ergernis. Dus. We hebben de gemeente om een schriftelijke reactie gevraagd. We zullen hier binnen de handhavingsrondes van onze BOA's aandacht voor vragen. Het is een bekend probleem. Het afgelopen jaar is extra aandacht besteed aan deze problematiek. Zo zijn er onderborden met de tekst fietspad dus niet brommen of snorren geplaatst. De verhuurbedrijven zijn door de vertegenwoordigers van de gemeente bezocht om daar aandacht aan te besteden bij te verstrekken informatie aan de huurders. De gemeente heeft hen kaartjes ter beschikking gesteld die men aan de huurders mee kan geven. Op deze kaartjes is aangegeven wat wel en niet mag. Gekeken is of de routekaarten die huurders meekrijgen aangepast kunnen worden, zodat alleen routes daarop voorkomen die geschikt zijn voor scooters. Mark, welk boek ga je vandaag op zwerftocht sturen en wat is eigenlijk je gevoel daarbij? Ja, mijn allerlaatste nieuwe prentenboek, Raar, dat ik afgelopen najaar heb geschreven en getekend van uitgever Lemnis Kaat, Raar. Dat ga ik vandaag uitsturen als zwerfboek. Vandaag is het 10-jarig bestaan van Kinderzwerfboek. En de stichting had bedacht om dat heel mooi in te pakken. Gouden sticker op mijn boek. En dat gaan we in het zuiden des lands, in Valkenburg aan de Geul, gaan we dat uitzetten. Daar hebben ze mij voor gevraagd. En is dat voor de kinderen interessant om dit te doen? Ik denk dat het altijd leuk is om een heel goed prentenboek in handen te krijgen. Dat het niet bij de bieb gehaald hoeft te worden, niet gekocht hoeft te worden. Maar dat het opeens langskomt, dat is natuurlijk fantastisch.
Ook in Schinnepgeul, in de Open Biep, is een stationnetje hiervoor geopend. Sandra, kun jij nou eens voor de microfoon van TV Valkenburg vertellen aan de ouders en aan de kinderen wat kinderzwerfboeken zijn en wat daar allemaal mee gaat gebeuren? Ja, heel graag. Deze week zijn we begonnen hier in Schinnepgeul met een nieuw station, het kinderzwerfboekenstation. En de bedoeling erachter is dat kinderen kosteloos een boek of hier mogen lenen. Of je kunt het ook onderweg ergens tegenkomen, want het heet natuurlijk niet voor niks een zwerfboek. Een zwerfboek herken je aan een sticker aan de voorkant. En daar staat ook op, neem hem mee. Nou, het is de bedoeling dat je een leuk boek ergens vindt. Dat boek neem je mee en dat ga je lezen. En als je het uit hebt, dan kun je het of aan een vriendje of een vriendinnetje geven, of je verstopt het bij de huisarts in een huisartsenpraktijk, of misschien wel ergens anders, net op een plekje in een park of zo. En dan is het de bedoeling dat een ander kind dat ook wel gaat lezen. Is het gratis? Ja, kinderen kunnen dus echt kosteloos een boek of hier uitzoeken, of zoals jullie buiten hebben gezien, staat een mand. En daar, dat is eigenlijk een mini-biepje. En die zul je zeker in de zomervakantie nog wel in de omgeving tegenkomen. En ja, kinderen die kunnen de boeken meenemen. En dan zwerven ze niet alleen hier in Schinnepgeul en Valkenburg, maar misschien wel straks in Amsterdam of in Friesland. Dan bereik je misschien een veel groter groep kinderen. Want dat is natuurlijk ook het doel van de zwerfboeken, om kinderen aan het lezen te krijgen. Het is een soort leespromotie, dat alle kinderen, groot en klein, aan het lezen gaan lezen. In de tijd van coronacrisis proberen we op allerlei manieren natuurlijk in contact met elkaar te blijven. Een populaire manier is online. Het kerkhof in Houten doet zelfs op deze manier repeteren. Bernarda Meese van het kerkhof. Ja, had ze iets van, we moeten weer aan de slag, dit kan ook online repeteren. Dat hebben we geprobeerd, ja. Laten we zeggen dat we dat nu eigenlijk wekelijks aan het doen zijn. En we mogen elkaar niet zien. Nou ja, vanwege de regelgeving en de RIVM. Maar ook zeker vanwege de gezondheid van onze leden. Maar dat begon toch al wel bij van allerlei leden al wel de vraag te staan, ontstaan dat ze toch eigenlijk wel heel graag weer wilden repeteren. Maar ook gewoon elkaar weer eens een keer kunnen zien, al is het via de computer. Dus had ik het idee opgevat om dan via Zoom elke woensdag in elk geval af te spreken op de tijd van de repetitie. Om dan samen met elkaar te repeteren. En nou ja, er zitten wat moeilijkheden aan via internet repeteren. Maar het is ook wel fijn dat de leden elkaar weer kunnen zien en even met elkaar kunnen praten. Ja, heb je leuke reacties gekregen? Hoe bevalt het? Ik hoor elke keer aan het einde van de repetitie dat men het toch weer fijn vond om weer even samen te hebben gezongen. Hoewel samen is dan natuurlijk wel een heel relatief begrip in dit geval. Maar ook gewoon die woensdagavond om 8:00 inloggen, elkaar even zien, even elkaar met elkaar kunnen praten. Mijn man speelt dan piano, die speelt de partijen mee. Mensen kunnen we even zingen. Nou, dat is toch altijd wel een uur, gaat altijd heel erg snel voorbij. Ja, en wat zijn er ook nadelen aan? Ja, je bent natuurlijk wel beperkt, ook als dirigent zijn. Het geluid is natuurlijk ja, niet heel goed, zeg maar, zal ik maar zeggen. Ik moet het geluid van de leden uitzetten, omdat internet heeft van zichzelf al een vertraging. Dus als je met alle leden tegelijkertijd het geluid open hebt staan, dan komt van het ene lid het geluid sneller binnen dan van het ander. Dus gelijk zingen en samen zingen is eigenlijk niet mogelijk. Maar we hebben geprobeerd om met alle beperkingen toch een zeer vruchtbare repetitie ervan te kunnen maken. Ja, de leden zijn natuurlijk al een beetje ja, wat oudere leeftijd. Lukt het alle leden om mee te doen online? Bijna alle leden doen mee. Er zijn een paar leden die hebben het niet aangedurfd. Misschien toch een beetje computerangst. Maar het verbaast me dat, zeker gezien de leeftijd van het koor, hoeveel leden het eigenlijk heel snel onder de knie hadden.
En hoe gemakkelijk het ze ook wel afgaat als je ze een beetje uitleg geeft over, nou, je moet hierop duwen en daarop duwen. Bijvoorbeeld zelf het geluid uitzetten, zelf het geluid aanzetten, überhaupt het opstarten. Het is niet verschrikkelijk lastig, maar sommige mensen hebben toch een beetje vrees om het gewoon te doen. En er zijn toch veel leden die het dat hebben aangedurfd. En ik moet zeggen dat ik er eigenlijk verbaasd van sta hoe makkelijk dat het ze afgaat. Helemaal vooraan. En doen dan de eerste Agnus Dei, de hele allereerste tot en met de helft van de tweede regel. Dus begin vooraan. Agnus Dei, Catholic Catholic. Wat vindt u ervan om zo te repeteren? Heel leerzaam. Heel leerzaam. Je bent zo gewend aan je collega's om je heen en nu moet je het helemaal alleen doen. Ik vind het fantastisch. Het is goed dat het gebeurt, maar het is behelpen. Van veel belangrijker is dat we onderling contact hebben. En dat contact is belangrijk, zeker voor een koor waar er wat oudere mensen zitten die echt naartoe leven om één keer in de week contact te hebben. Het is heel apart en eigenlijk best wel leuk zo. Je kunt mensen een beetje dooroefenen. Ja. Ja. Ze ziet u en hoort u tenminste nog collega's bij kennen. Ja, je ziet je medezangers en we kunnen even bijpraten. En het is ook wel leuk om even te zingen. Ja. Ik kan wel alleen zingen, maar... ja. Dus op een gegeven moment wordt het geluid uitgezet. En dan zien we haar dirigeren en de mond bewegen. Wij zingen mee vanaf onze partij. En dan denk je, oh ja, is het dat? Maar het is toch vermoeiend. Niet alleen voor ons, maar ook voor hem. Ik vind het ontzettend leuk. De Valkenburgse Kunst- en Cultuurraad heeft een plaquette die voorheen bij het bruggenhoofd bij de Geul aan de kant van het Theater Dorrelplein stond, herplaatst in de tuin van het Spaans Leenhof. De plaquette was tijdens de herinrichting van het Valkenburgse centrum verwijderd en opgeslagen in het gemeentelager, waardoor de plaquette in de vergetelheid raakte. De plaquette is in mei 1968 onthuld uit erkentelijkheid en uit dankbaarheid aan de heren Hens en Krolla. De president en secretaris van het VVV het Geuldal ontvingen deze plaquette vanwege hun bijzondere verdiensten voor de bevordering van het vreemdelingenverkeer in het Geulstadje. De KCR wilde dit stukje historisch erfgoed niet verloren laten gaan en heeft zich ingespannen om dit stukje historie weer naar het centrum terug te halen. Bij het verwijderen van de plaquette en de bank werd ook een koker gevonden met bijbehorende oorkonde. De koker met oorkonde is veiliggesteld en is opgenomen in het gemeentelijke archief. Tips, nieuws of evenement? Mail ons op info@tvvalkenburg.tv.